Dames en heren, ik wens jullie hele fijne kerstdagen en alvast een gelukkig nieuwjaar. Wat was dit een jaartje voor de server? Ongelooflijk. Skyblock is dit jaar nieuw geïntroduceerd. Het is nog steeds een mega succes. Kijk hoe druk het is online. En om dit te vieren hebben wij een enorm leuke actie. Deze geldt tot het einde van het jaar. Alleen nu nooit weer. Hij komt nooit meer terug. Ik heb hier nu al spijt van. We hebben een extra key toegevoegd. En die nieuwe key, dat is de Harm key. Want jongens, ik ben vandaag even... Santa Claus. Ik ben de kerstman. Het is zo ongelooflijk druk. Dit is echt insane. We hebben een extra key toegevoegd. Jullie kennen natuurlijk de daily. We hebben natuurlijk de rare key. En de common, die kennen we allemaal. Maar we hebben voor nu, voor kerst en net voor oud en nieuw, een extra key toegevoegd. Deze gaat dus hierna gelijk weer weg. En maar beter ook. Want dit ding, jongens, dit is insane. Dit is echt insane. Er zijn al zoveel mensen die hem geopend hebben. Echt, het slaat helemaal nergens op hoeveel mensen deze openen. Want kijk eens wat hierin zit. Ik ga alles even behandelen. Er zit een geldprijs in. En de minimaalste prijs die je kan krijgen is 1 miljoen. Dan heb je 2,5. 5 miljoen, 10 miljoen, 25 miljoen, 50 miljoen en 100 miljoen als jackpotprijs. Wat echt ongelooflijk ziek is. Maar we zijn er nog lang in natuurlijk. We hebben 64 Iron Golem spawners. Dat is 64 miljoen. Want een Iron Golem spawner is een miljoen waard. Daarnaast 1 Witch spawner is 1,5 miljoen. Dat is een beetje hetzelfde als die prijs. 5 Witch spawners, 32 Witch spawners. Het is zoveel geld. Reken dat maar uit. 32 keer 1,5 miljoen. Dat is verschrikkelijk veel. Daarnaast 64 diamond blocks. 320 diamond blocks. Emerald blocks. Nog meer emerald blocks. Ja, dit is ook miljoenen waard. Want volgens mij is... Oké, dit is misschien de minste prijs die je kan krijgen, zie ik nu te denken. Een stack aan diamond blocks is volgens mij 7 ton waard. Dus het is iets minder dan deze. Dus ik denk dat dit de minste prijs is die je kan krijgen. We hebben dus ook de emerald blocks. De netherite blocks. 5 netherite blocks. Dat is insane. Dat is insane. 45 netherite ingots zijn dit, hè. We hebben ook 10 netherite blocks. We hebben 64 enchanted golden apples. Ohoho, wat lekker, wat lekker. Een manningboekje. 2 manningboekjes en 3 manningboekjes. Nou, volgens mij is... Ik weet niet wat 1 manningboekje kost. Volgens mij is dat echt 50 mil of zo. Ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee wat het waard is. Maar die zijn belachelijk duur. Als je daar 3 van hebt, dan heb je misschien 150 mil of zo. Geen idee hoe duur die dingen zijn. Nou, dan hebben we nog vet veel ancient debris. Een stekkie en een half stekkie. Dan hebben wij de netherite ingots. 10, 32 en 64. Ja. 64 als je die krijgt. Dan ben je zo binnen. Je bent zo binnen. We hebben Harm Kit 1. En dat is een netherite kit die niet geenchant is volgens mij. En je hebt een tweede kit die wel geenchant is. Met echt de beste enchantments die je maar kan wensen. En volgens mij ook met een zwaard en een boog. En nog arrows en zo. Daarnaast. Deze is leuk, deze is leuk. 64 daily keys. Ik weet niet of je hier iets aan hebt. Je kan ze volgens mij best wel lekker verkopen nog. Maar een stack daily keys is misschien ook wel een beetje een troll als je die krijgt. Ik weet niet of je daar heel gelukkig van wordt. 10 common keys, die is op zich best wel lekker. En 5 rare keys. Oh, en natuurlijk nog 1 harm key. Je kan 1 harm key terugkrijgen. Dan kan je nog een keer spinnen. Maakt het extra spannend. En jongens, dit hebben we nieuw toegevoegd. Dit is zo sick. Er waren heel veel vragen naar van, joh, waarom komt Sydney niet in de crate? De ranks. Waarom kan je niet een rank krijgen uit... een crate. Dus dan hoef je geen rank meer te kopen. Je kan hem gewoon krijgen uit een crate. Dus daar zijn ze dan. 1 maand een maatrank, een gozerrank, een knaaprank, een makkerrank. En dat is allemaal voor 1 maand. Maar jongens, dit is insane. En daarom is het maar goed dat deze hierna weggaat. Hij is er echt maar een paar dagen tot dus het einde van het jaar. We hebben ze ook voor lifetime. Die kans hierop is volgens mij wel klein. Ik weet niet of iemand die al heeft gekregen. Het zou best kunnen. We hebben alle ranks ook lifetime. Dit is bizar. Dus om dit te vieren, om kerst te vieren met jullie, heb ik vandaag 10 keys die ik ga openen. Misschien ga ik er ook wel eentje weggeven. Dat is misschien wel zo aardig. Jongens, we gaan gelijk beginnen. Iedereen vraagt me er trouwens constant om. Dus laten we snel beginnen met de keys. Jongens, daar gaan we dan. Let's go. De allereerste! Ik ben zo benieuwd. Wat zit erin? Oh, oh, geld! 10 miljoen, 10 miljoen, 10 miljoen, 10 miljoen, 10 miljoen. Dat is prima. Dat is een prima prijsje, toch? Ja, dat is gemiddeld of zo. Misschien zelfs ondergemiddeld is dit. Ja, het komt ook niet in de chat te staan. Dus dan is het waarschijnlijk ondergemiddeld goed. En we hebben 10 miljoen erbij. Nou, dat is altijd welkom. We gaan gelijk nog eentje doen. Kom op. Kom op. Oh, ik ben zo benieuwd. We hebben een kit. Oh, we hebben een maatrek. Ja. Nice. Oh, wat lekker. Eigenlijk moet ik hem nu aanzetten, want ik heb natuurlijk de eigenaar, Rink. Yeah, boy. Oh, iemand anders krijgt 2 common keys uit een rare crate. Oké, dat is niet deze crate. Wacht, hoe moet ik dat aanzetten? Ik weet niet eens hoe ik dat aanzet. Kan ik hier ook keys claimen? Te ontvangen keys. Nee, ik heb geen keys die ik kan claimen. Ik zit trouwens ondertussen ook lekker aan een wonderwatertje. Die kan je ook bestellen. Die heb je voor oud en nieuw nog binnen. Vandaag besteld is vandaag nog verstuurd. Hou wel rekening met de drukte met kerst natuurlijk. Dus heb je nog niet het lekkere fris geprobeerd of het bier als je 18 plus bent? Doe dat dan zeker even, want het is zo verschrikkelijk lekker. Oké, we gaan de derde
dit doen, jongens. Let's go. Ik heb die maatrenk al te pakken. Heel erg nice. Krijgen we weer geld. Oh! 100 miljoen bijna! Nee! Ho, ho. Ja, die is jammer. Die is jammer. 1 tikkie te ver. Oh, 100 mil. Dat zou zo ziek zijn als ik dat zou kunnen krijgen. Oh, die was echt close. Maar alsnog 2,5 miljoen. Dan gaan we weer de volgende. Kom op. Ik wil iets van Netherite. Ja, 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 twee keer. Ja. Let's go. Let's go. Woo! Dit is sick. Dit is sick. Ja hoor, iedereen GG't hem gelijk weer. Nice. Ik vraag gelijk, wat is 1 mending boekje waard? Ik ben heel erg benieuwd. Oh, dit is lekker, jongens. 100 mil? No way. No way. Dit is sick. Dit is sick. Wauw, iedereen zegt ja, ja, ja. Dit is insane. Een mending boekje is 100 mil? Wauw. Ik heb het gezegd. Oké, okay, ik drop 1 mending boekje. Kom, crates. Iedereen gaat hier nu komen. Dit gaat insane zijn. Ik ga er eentje weggooien, jongens. Want het is kerst. Het is de mooiste tijd van het jaar. Ik ga 1 boekje weggooien aan iemand die hier staat. En die heeft dus gelijk in 1 keer 100 miljoen. Beseffen dat we een keer hebben gevochten. Dat mijn hartslag op het hoogst was. Omdat mijn bounty 100 miljoen was. En nu gooi ik dat in 1 keer de lucht in, hè. Zoveel geld. Daar gaan we dan. 3, 2, 1. En daar gaat hij. Daar gaat hij. Wie heeft hem? Wie heeft hem? Wie heeft hem? Wie heeft hem? GG. Wie heeft hem? Er zijn nu al 3 mensen die ik zeggen. Ik. Oh ja, die gast heeft hem ook. Die soul nog wat heeft hem. Ja, ik zag het. Hij had hem vast. Oh, ik TP gelijk naar me toe. Yo, what's up, man? Oké, er komen gelijk heel veel mensen hier. Dit is dus zijn eiland, denk ik, of niet? Zou dit zijn eiland zijn? Geen idee of dit zijn eiland is. Hij heeft dus 100 miljoen gewonnen. En dit is zijn eiland. Nou, dat kan hij wel gebruiken. Want dit is natuurlijk het beginners-eiland. Woehoehoe. Ja, als ik hem was, zou ik 100% het ding verkopen. Heb je 100 miljoen, kan je insane veel investeren in je eiland. Nice. Oké, wij gaan weer verder. Wij gaan weer verder. We gaan weer naar de crates toe, want we hebben nog meer. We hebben nog meer. Ik heb sowieso nog een mending boekie. 200 miljoen in 1 spin. Oh, dat is insane. Dat is zo insane. Ja, nogmaals, er zitten geen slechte prijzen in. Je kan niet, weet ik veel, blocks krijgen. Oh ja, oh ja. 10 netherite blocks. Oké, okay, nice. 10 netherite blocks. Oh, niet blocks. Het zijn natuurlijk ingots. Wauw. 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 10 netherite. Oh, dit is ziek. Dit is zo ziek. Oké. Nou, die tikt natuurlijk ook aan. Ik weet niet hoeveel dit waard is. Oké, dan gaan we nog eentje openen. Ondertussen zijn er ook wat andere mensen die openen. Dus ik hou de chat goed in de gaten of zij ook iets krijgen. Want niet alles komt dus in de chatmelding te staan. Oh, ja hoor. 64 diamond blocks. Oh, matig, matig. Waarom komt dat in de chat? 64 diamond blocks is volgens mij een van de minste rewards die je kan krijgen, hè. Kijk, ik zit nu wel heel stoer te doen met mijn 2 mending boekjes. Oké, daar gaan we. Daar gaan we weer. Let's go! Oké, ja, ja, 50 mil. Ja! 50 mil. Wauw, dit is insane. Dit is de tweede beste geldprijs. Ik heb hem. Dit komt niet in de... Oh, dit komt niet eens in de chat. Hoehoe. Oh, dit is zo... Ik zit op 140 mil. Misschien moet ik even alles op mijn bank zetten, hè. Zo, dit is lekker, hè. Dit is lekker. Stort al mijn geld. Oké, daar gaan we dan. Daar gaan we dan. Klik enkel met een lege inventory. Ja, omdat je je hele inventory vol kan zitten met diamond blocks hierna. Daar gaan we dan. Come on. Ik heb alleen maar goede prijs gehad. We krijgen de harmkey nog een keer. Oh, nee, doodtik. Yes, yes. Anders had ik 1 miljoen. We hebben hem nog een keer gekregen. Huppakee, nu hebben we er weer 4. Ja, kunnen we nog een keer spinnen. Hartstikke leuk. Daar gaan we dan nog een keertje. Come on, come on. Ja, nee, mending boekies, nee. We hebben eentje in de brie. Even kijken, hoeveel is dit eigenlijk? Ik weet niet eens hoeveel dit is. Zal ik het alvast even omsmelten? Ik ga het heel snel even omsmelten. Oh, dat kwam ook in de chat staan. Nice. Iedereen GG't hem de hele tijd. Oké, we gaan dit gelijk omsmelten. Dan wil ik even kijken hoeveel ik hier uitkrijg. Ik ben het alweer vergeten, ik heb het zo lang niet gedaan. Huppakee, even de helft of zo. Hier een helft hierin. Oké, weet je wat we gaan doen? Ik ga nu zo snel mogelijk naar het parcours lopen. Dan ga ik 1 key droppen voor iemand. Er zijn al wat mensen die me volgen. Die hebben hem al door. Dus ik moet nu niet afvallen. Ik moet er nu niet af... Dit bedoel ik dus. Ik moet er niet afvallen. Wat doe ik? Ik val eraf. Ik wil het parcours zelf halen en dan ga ik daar iets droppen. Dat is de bedoeling. Ik heb nog geen jump boost. Wacht, weet je wat ik even moet doen? Ik moet even naar mijn eiland gaan. Zo. Ja, heel veel mensen hebben hem nu trouwens wel door. Hè? Weet je wat? Ik ga in finish en dan ga ik nu naar links. Ik ga dat andere parcours pakken. Want anders dan staan mensen al boven te wachten. Dus dan kan ik het ook niet droppen. Ach, hier zit hij deze natuurlijk. Yes. Oh, ik ben zo slecht. Dit is insane. Dit is echt insane. Kijk, nu ga ik weer terug naar mijn home. Huppakee, dan gaan we nu links. Met die jump boost is natuurlijk wel het makkelijke. Oh. Nu even goed springen, please. Oké, ik moet goed opletten. Of die jump boost. Oh, die mag niet weggaan natuurlijk. Ja. Nee! Kijk, dat bedoel ik. Precies op het moment. Ja, dat is juist alleen maar naar, joh. Oké, wat als ik nu juist speed mode ga? We gaan nu echt even vet snel. Misschien moet ik hem maar gewoon legit een keer halen. Oh, kom op. Ik ben echt zo slecht. Wauw. Oké, weet je wat? We gaan hem nu normaal doen. Mensen wachten hier wel. Ik zag net iemand staan. Oh, dit is zo naar... Hoe lang heb ik hem nog? Ik heb nog 1 seconde. Ja, hier, ik wacht hem gewoon af, joh. Oh, Oké, nu gaan we hem legit doen. Zonder jump boost. Kijk, dit is misschien nog wel makkelijker. Nee.
Oh, come on, man. Come on, man. Weet je wat? Ik ga het niet meer doen. Ik ga even in fly mode, want dit gaat niet lukken. En dan ga ik even hier wachten. Oké. Ik leg hem hier neer. En ik zeg het gelijk. Ik heb bovenaan een parcours een harmkie gedropt. Succes. Ik ga hier gewoon blijven staan. Oh, ik leg hem wel even hierop natuurlijk. Moet hij niet despawnen of zo? Dan moet ik wel goed in de gaten houden. Welke? Zoek het uit. Oh, er zijn al een paar. Ze zien het al, jongens. Daar is hij dan. Deze wilden mensen zo graag. Deze wilden mensen zo graag. Oh, kijk, ze gaan. Volgens mij zien ze mij hier, of niet? Ja, ik kan zelf echt geen parcours. Ik ben er zo slecht in, blijkbaar. Dit is ook best wel een tricky parcours. Dus ik ben benieuwd of mensen hem halen. Wacht, kan je deze ook op een andere manier halen? Volgens mij niet. Volgens mij kan je echt deze maar op één manier doen. Het zijn nog steeds niet heel veel. Oh, mensen. Oké, mensen zien het massaal. Mensen zien het massaal. Nu ben ik heel erg benieuwd. Ik ben benieuwd. Oké, ik moet goed opletten of dit item niet weggaat. Ik pak hem even gauw één keer op en dan drop ik hem weer. Zo. Heel zonde zijn als deze despawnt. Hij gaat de verkeerde kant op. Hij gaat de verkeerde kant op. Je ziet het toch wel staan? Of ben ik... Huh? Nee, ik ben niet in finish. Oh, mensen komen dichtbij of niet? Nee, ze komen niet... Oh, ja! Oh, ja, Ruben Flappy! Gaat hij hem pakken? En hij heeft al die makkerenk, hè? Hij heeft al die makker... Hij gaat hem halen, hij gaat hem halen. Oeh, gaat hij ingehaald worden? Hij gaat niet ingehaald worden. Oké, hij kan nog vallen. Als hij nu valt, hè, dan gaat die key aan hem voorbij. Pak hem. Pak hem. Ja! Nice! Huh? Dropt hij nou 10 daily keys naar me toe? Oh, thanks? Oh, of dropt hij dat? Ik weet het niet. Yo, thanks, man. 10 dailies. Sick. Oké, ik ga hem openen. Come on. Ik heb nog 2 over. Ik ga er even eentje openen. Oh, dit is lijp. Dit is lijp. Oké. Oh, oh. No. Ja, 320. 320 diamond blocks. Dat is lekker, hoor. Dat is beter dan 1 stack. Want 1 stack, dat valt nog tegen. Dit zijn 1, 2, 3, 4... Oh, wat heeft hij gewoon... 10 netherite ingots. GG. GG. Heerlijk. Ja, even kijken, hoor. 5 stacks aan diamonds. Dat is best wel lekker nog, hè? Ik heb er nog eentje over. Ik heb er nog eentje over. Maar ik wil nog niet dat het feest voorbij is. Het is net zo gezellig, joh. We gaan nog even terug. Ik ga even mijn diamonds inleveren. Oeh, trouwens, mijn ancient debris is volgens mij ook al compleet omgesmolten. Laten we daar even ook bloks van maken. Ik zit nu op 10 in totaal. Oh, het is nog niet klaar, joh. Oh, ja. Oh. Mocht je je trouwens afvragen waar je deze keys kan krijgen, de link daarvan staat heel simpel. Gewoon in de beschrijving. Harmserver.nl, daar kan je ze gewoon halen. Ze zijn dus alleen nog maar dit jaar beschikbaar. En dat is niet heel lang meer. Dat is nog maar een paar dagen. Tot oud en nieuw natuurlijk. Daarna gaan ze er gelijk uit. Ze komen ook echt nooit meer terug. Dit is 1 actie omdat het zo'n lekker jaar was. En we willen het graag vieren. Hier zat ik trouwens over na te denken. Ik wil deze beacon die ik hier heb, wil ik een keer gaan upgraden. Want hij is nu groot. Maar hij kan nog veel groter en mooier. Dus dat gaan we mooi even doen. Ik heb namelijk nu toch alle diamonds bij me. Dus we gaan gewoon wat lagen toevoegen. En we gaan ons eiland level weer lekker laten stijgen. Ik weet niet hoe groot ik hem ga maken. Trouwens, maar we gaan hem echt even huge maken. Ik heb nog nooit een grote beacon gemaakt. Meestal doe je echt het minimale, zeg maar. Dus ik ga nu een keer voor maximaal. Jammer dat je dan niet een extra effect krijgt of zo. Dat zou wel vet zijn. Kan beter trouwens zo eromheen lopen en dan zo. En dan nu draaien. Ja, dat wordt echt een grote beacon, hoor. Oh, wacht, ik moet misschien... Ja, misschien is het niet heel slim. Ik heb nu wel echt al heel veel diamonds erin gestopt. Maar gelukkig heb ik ook nog wel een shulker vol met diamonds van de vorige aflevering. Ik heb zoveel gekocht toen. Zo, we vullen dit mooi aan. Oké, past het zo? Ik heb echt geen flauw idee. Dit wordt echt een huge ding. Wordt dit. Ik weet ook niet eens of hij helemaal recht is. Volgens mij is hij niet eens helemaal recht. Maar daar komen we zelf achter. Nee, hij is nu al ovaal volgens mij. Ja, hij is helemaal ovaal. Sick. Wacht, als het goed is, werkt hij nu... Hij blijft altijd werken, toch, deze hier? Tuurlijk blijft hij altijd werken, want de originele beacon die zit er ook nog in. Er is nooit iets aan veranderd. Ik heb ook nog steeds mijn boost, zo te zien, dus het werkt. Zo, oké, ik heb hier in die shulkers niks meer zitten. Oh, heb ik hier nog wat in? Please, ik heb nog wel... Ja, hier, kijk, ik heb nog eentje helemaal vol of half vol. Dus dat is heel erg lekker. Zo, we bouwen dit mooi even af. Alles klopt tot nu toe. Yes. Nou, het klopt niet. Het is dus niet helemaal een mooi recht figuur. Yo, wat doet het trouwens met mijn eiland level? Ik wil zo wel even checken. Ik denk dat ik inmiddels al bijna op 150 zit, of niet? 150.000? Ja, 176.000 is mijn eiland level nu. Oh, joh. We gaan gewoon richting die quarter miljo. Dat is wel lekker, hoor. Oké, nu moet ik er overheen gaan bouwen. Ik weet niet of hij nu uitgaat. Geen flauw idee eigenlijk. Heb ik nog een andere pickaxe trouwens? Ik moet wel even die licht houden. Dat is wel zo vet. Dus ik moet even een silk touch pickaxe hebben. Waar heb ik die? Aha, silk touch garum. Zo, oké, top. Nog een laagje erop. Ja, je ziet het. Dit klopt natuurlijk lang niet. Dus hoe gaan we dit even doen? Want hier bovenop komt ook weer een laag. Ja, dan moet er nog een
elke kant volgens mij één laag bij, of niet? Hier komen er als het goed is twee of drie lagen zelfs bij. Ik ga het zo even erbij optellen. Zo is er nog wel twee hiernaast, denk ik. Oh, ik moet trouwens sowieso ook even de rankjes nog zo betalen. Ga ik ook doen. Het is natuurlijk kerst, dus ik kan ze ook wel wat extra geven. Wie weet een nulletje erachter of zo? Of twee nullen? Nee, twee nullen achter, dat kan ik niet eens betalen. Dan moet ik volgens mij de... Ja, dan moet ik de makkers moet ik 100 miljoen geven. Nou, daar heb ik niet genoeg voor. Dan moet ik al 600 miljoen hebben. Dat heb ik niet. Laten we niet zo gek doen. Ik ga denk ik ook niet meer van deze keys openen, hoor. Want ik bedoel, ik heb er nu al 9 of 8 geopend zelf. Dus dit was het voor mij dit jaar. Dit was gewoon puur om nu aan te kondigen. Open ik er zoveel, anders is het wel echt voor mij insane veel. Ik heb al zo belachelijk veel hiervoor gekregen. Er was net al iemand die ging uitrekenen hoeveel geld ik nou precies heb gewonnen. Als ik alles ga verkopen. Nou, dat is bizar. Dus ik hou het hier lekker bij. Ah, misschien nog één keer even eentje. Net voor oud en nieuw, weet je wel, met een lekker wijntje erbij. Ja, het klopt nog niet. Er moet nog, hier moet nog één laag zo voor. Dus laten we hier gewoon nog even adden. En ik heb gewoon niet eens genoeg diamonds hiervoor, hè. Besef dat even. Dus, deze shulker moet op. Of toch niet? Ik denk dat ik nu nog één of twee stacks nodig heb. En dan zijn we er. En ja hoor, hij klopt. Hij klopt helemaal. En wacht, deze kunnen natuurlijk weg, toch? Of niet? Ja. Deze haal ik ook even weg. Ja, en dan de laatste. Die hakken we ook even weg. Zo, top. Dat is klaar. Deze weg. En dan, wacht, kan ik ze hier niet inplaatsen trouwens? Dat is nog vetter, denk ik. Ik weet niet of ze nu max level zijn eigenlijk. Dus dat gaan we even testen. Waarom krijg ik opnieuw de achievement? Ik heb het al zo vaak gehaald. Nee. Ofwel, ja, ik heb het wel. Oké, dan doen we. Dan doen we alles even. Speed 2, regeneration. Ja, top. En dan doen we haste. Dan doen we jump boost. Jump boostje erbij. En dan doen we strength of resistance. Ik denk natuurlijk gewoon strength. Ach, resistance. Is dat niet veel beter? Ik had altijd strength om voor die dieren. Maar zoveel dieren kill ik eigenlijk niet eens meer. Ja, laten we het toch. De resistance heb ik niet zoveel aan. Ik weet niet, als ik in de lava val, dat ik dan minstens nog dood ga of zo. Nou, doet er in ieder geval niet echt toe. We gaan dit even een ander kleurtje geven. Oh, wat doe ik? Wat? Oh, dat zijn mijn dailies. Ik dacht al. Zo, en dit is hem dan. Zo, hey, dit is ziek. Dit is ziek, hé. Hey? Dat is zoveel duim met zich aan. Dit lijkt niet eens zoveel eigenlijk. Maar er is bijna gewoon een hele shulker in opgegaan. En hij werkt ook zo te zien. Helemaal top. Nou, wij gaan weer terug naar de crates. Ik wil nog wel even kijken. Wat is mijn eiland level? 179.000. Dus bijna 180k. Echt enorm lekker. Enorm lekker. Iedereen staat hier nog steeds te chillen, joh. Ik ben al vet lang weg. Oké, daar gaan we dan. Come on, de laatste key. Ja, nee, ja, ja. Oh my god, dit meen ik niet. Dit meen ik niet. Het is klaar, het is klaar. Dit is insane. Dit is insane. Wauw. Wauw, wauw, wauw. Ik heb echt de dikste prijzen van de dikste prijzen gekregen. Dit is insane. Ik bedoel, je kan ook 1 stack diamond blocks krijgen. Je kan ook volgens mij 10 netherite krijgen. Ja, dat had ik net ook. Of 5 netherite zelfs. Weet het niet eens. En ik heb 42 in totaal. Dit is bizar. Ik had ook al bijna een stack uit de rare key. Want ja, moet je ook niet vergeten. Uit de rare key kan je ze ook nog steeds krijgen. Alleen zijn ze daar natuurlijk nog meer zeldzaam. Dit is bizar. Ik heb zoveel netherite. Oh, eigenlijk moet ik een keer netherite armor maken. Gewoon puur omdat het kan, weet je wel. Waar heb ik die dingen? Hier heb ik de scraps. Hier heb ik nog wat scraps. Laten we hier nog even wat netherite van gaan maken. Ik heb volgens mij ook nog scraps hierin, of niet? Ik heb 1 scrap. Nice. Daar hebben we precies niks aan. Oké, we pakken even wat goud. Huppakee. En daar gaan we dan even netherite maken. Huppakee. En hoeveel krijg ik nu? Ik krijg er 8. Oké, dat is dus 8 in totaal. Wat nog steeds heel erg lekker is. Heel erg lekker. Dit is kapot lekker. Dit is echt mega veel waard. Top. Dat is ook weer gepiept. Jongens, bedankt voor het kijken naar deze video. Nogmaals fijne feestdagen en alvast een gelukkig nieuwjaar. Bedankt voor het afgelopen jaar. We hadden echt een topjaar. Alle spelers die nu online zijn, shout-out naar jullie. Het was echt een topjaar. En in 2022 gaan we enorm vette dingen neerzetten. We zijn namelijk al zo druk bezig met ontwikkelingen van nieuwe games. Daar ga ik helemaal nog niks over vertellen. Maar 2022 wordt echt een topjaar. Dus bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Dikke doei. Dikke later.